Hoe kan ik mijn Fitbit installeren? Het is een goede vraag en ik ga het je stap voor stap laten zien met de Fitbit Versa. Ten eerste zorg je ervoor dat je Fitbit aan de stroom ligt, zodat hij niet per ongeluk uit kan vallen tijdens de installatie, zodat je dat hele proces weer opnieuw moet opstarten. Wanneer je de Fitbit opstart, dan vraagt Fitbit of je de app wil installeren en die kan je gewoon uit de App Store halen. Als je die vervolgens opent, dan kan je selecteren welk van de apparaten van Fitbit je wil gaan gebruiken. Fitbit vraagt ook altijd naar het lezen en het accepteren van allerlei voorwaarden zoals je ziet. En vervolgens krijg je een aantal persoonlijke vragen van Fitbit die handig zijn om in te vullen, zeker als je later je sportieve prestaties nauwkeurig wil kunnen bijhouden. Nou, je voert de code in waarnaar Fitbit vraagt, zodat je het apparaat koppelt dat voor je neus ligt en niet per ongeluk die van je buurman. En uiteindelijk kan je de installatie pas starten als je verbinding hebt met een wifi-netwerk. Dus dat zoek je op en wanneer je deze hebt gevonden, kan je echt de installatie starten. Nou, de installatie duurt een paar minuten en dat komt omdat hij wat dingen gaat downloaden, moet installeren en ook moet updaten. En ondertussen kan je een aantal leuke dingen lezen over functies die je nieuwe Fitbit allemaal heeft. Wanneer de installatie is voltooid, dan vraagt Fitbit of je het horloge om wil doen. Dan krijg je nog een paar tips en tricks die leuk zijn om te bekijken en om uit te proberen. En als je deze stappen hebt voltooid, dan is je Fitbit helemaal klaar voor gebruik.